De FOX zal gebruikt worden door alle speciale eenheden binnen Defensie. Dus voor de Special Forces, de Pathfinders en de Bataljons Rangers. Het is een voertuig dat ons enerzijds een aantal capaciteiten biedt qua bescherming, betere bescherming voor het personeel, een grotere vuurkracht. Maar voornamelijk ook een hele grote snelle inzetbaarheid, zowel strategisch wanneer het gaat over grote afstanden, maar ook operationeel en zelfs tactisch wanneer het over kleine afstanden gaat. Maar dat heel snel moet gaan, is het voertuig uitermate geschikt om daarvoor ingezet te worden. Ze zijn in principe allemaal voor hetzelfde doel inzetbaar, dus ze worden verspreid over de verschillende eenheden. De rol waarin ze gebruikt worden, die kan eventueel verschillen. Ze kunnen gebruikt worden als commandovoertuig, als liaisonvoertuig, maar ze kunnen ook op bepaalde momenten beveiligingen doen of verkenningen gaan doen. Dat ook, maar in principe zijn ze voor dezelfde operaties inzetbaar. Het is een dossier dat inderdaad al zijn tijd meegaat, om het zo maar te zeggen. En we hebben gezegd, binnen Defensie, ofschoon dat we met heel beperkte middelen zitten vandaag, willen we toch stappen vooruit zetten. En dus dit is een van de eerste projecten die we hebben kunnen afronden daarmee.